Dit is de grootste Lucky Block trap ooit. Zotino en ik hakken alle Lucky Blocks. En aan het einde vechten we uit wie de winnaar is van de race. Ben jij klaar om te klimmen? Kom maar op, Alex. Oké, dan ga ik de eerste openmaken, ja? Ik ga van achter. Dit is niet echt iets waarmee ik jou kan gaan verslaan in een gevecht, denk ik. Maar jouw ik beurt... Ik ga boeken naar me gooien. Ja, ik weet niet of dat echt zo hard aankomt. Vangen! Oh, pompoenen. Ik heb pompoenen. Ja, alsjeblieft. Dank je wel, denk ik. Pompoenen met een pompoen. Daar heb je echt... Je hebt echt helemaal niks aan. Dat is één wat laten we de trap maar opklimmen. We hebben namelijk nog een hele lange tocht te gaan als ik dit zo zie. Oké, kom op. Laat het een wapen zijn. Iets waarmee ik heb... Waarom alleen maar pompoenen? Ik heb je vervloekt met mijn pompoenen. Ja, hoezo moet je mij vervloeken hier? Ik vervloek jou met boeken. Let maar op. Nu komt er alleen maar poek uit. Ik heb al boeken, Alex. Oké, dan komt er poep uit. Ah! Je zit vast! Zotino, ga nou niet dood. We zijn nog niet eens boven. Nu moet je nog je trap op kunnen klimmen, hè? Dit had ik trouwens niet verwacht. Dat de pompoenen dan toch nog wel van trap kwamen. Van pas kwamen. Oké, Zotino. Ik gok dat er in deze marshmallow gaat zitten. Maar dan zo'n grote marshmallow dat ik jou daar gewoon voor altijd in kan vangen. En dat jij voor altijd helemaal gemarshmallow plakt bent. Ik denk dat jij gewoon nog gaat ontploffen. Er is echt geen enkele manier dat daar marshmallows in zitten. Hoezo zou ik ontploffen? Het is niet dat ik elke dag marshmallows eet. Er zit Prismarine in. Hier kan ik ook niet mee vechten. Het is zo vervelend. Jee! Heroes try that. Ik kan hem niet gooien. Ik kan alleen in het water dan. Let op. Zotino. Oh nee. Oh nee, nee. Wow! Wat? Ik wist niet eens dat een trident dat kon. Dat je er zelf jezelf mee kon gooien. Ja, ik ga echt... Alex, hiermee ga ik je pakken. Hier, let op. Wow! We zijn nog niet eens begonnen met vechten, joh, loser. Je mag me niet eens pijn doen nog. Nee, dat klopt inderdaad. Dat moet ik even afleren. Wow, je kan letterlijk vliegen. Oh nee, doet dat geen pijn? Ik ben bijna dood, Alex. Ik heb een half hartje. Ik heb een boek voor je dat je kan healen. Nee, ik hoef geen boek. Ja, maar lezen is de grootste heling ter wereld. Lezen is geweldig. Zeggen mensen die boeken schrijven. Laat mij een blok openmaken. Er zit in... Monsterhoofd! Oh, kijk eens hoe eng ik ben! Ja, maar daarmee kan je me ook niet... Ja, behalve als je me dood wil laten schrikken, dat kan. Oké, misschien dat ik er eigenlijk niet heel veel mee heb. Ah! Pompoen! Rustig maar, Alex. Het is maar een pompoen. Oké, hak jouw blok dan maar open. Ja, bloempjes. Lieve bloempjes. Wat moet je nou met bloemen, Zotino? Daar hebben we ook niks aan om mee te vechten. De enige die nu een fatsoenlijk wapen heeft, dat ben jij. Klopt. Kijk eens, Alex. Waarom maak je me nou jaloers? Oké, laat mij maar een blok openmaken. Zotino. Weet je hoe handig dat is, Alex? Dat is echt... Oké, kom. Jouw beurt. Katten. Ik heb katten. Val Alex aan nu! Nee, dat is niet de bedoeling! Je valt mij niet aan! Oké, Zotino, sorry dat ik je kat heb geraakt! Ja, wat? Mijn kat is gevallen! Nou, die is sowieso niet op zijn pootje. De kat staat naast je! Nee, dat zijn andere katten! Je hebt mijn andere katten afgeslagen! Hoe heten deze katten dan? Katje en Dotje. Katje en Dotje vind ik anders wel heel kattig. Dat vind ik zo grappig! Ja, ik weet het, het is zo. Ik wil je bloemen niet! Maak me niet uit, je krijgt de bloemen. Ik wil je bloemen niet. Blauwe bloemen. Oké, die wil ik misschien wel. Maar niet de gele bloemen, die vind ik niet mooi. Alsjeblieft. Die kun je ook nog krijgen. Zotino, laat me nou eens met rust! Laat me mijn blok pakken! Oké, ik heb een half hartje. Niet doen. Hoe heb je nou weer een half hartje? Oh nee. Zotino, ik heb helemaal geen blokken meer. En het lijkt erop alsof Bob jou wil vermoorden nu. Nee, Bob, blijf maar vandaan. Je moet Alex hebben, niet mij. Nee, Zotino, ik zou naar boven rennen, snel. Wacht, ik pak hem al aan met mijn trident. Dat gaat werken trouwens. Je hebt een supersterke trident. Hier, pak aan, Bob. Pak aan. Bob, ga dood. Maar nee, niet op mijn kant, Alex. Bob, pak aan. Ga dood, Bob. Nee. Bob is naar beneden gevallen. Zotino, ik denk dat we zonder kunnen zonder Bob. Door kunnen zonder Bob. Gelukkig. Even eten. Mijn spullen liggen er nog. Oké, het enige wat ik dan nodig heb is mijn pijlen boog natuurlijk. En mijn skeleton skull, die heb ik ook nog. Zotino, het is jouw beurt om een blok te hakken. Honden! Eerst krijg je katten, nu krijg je honden. Wat moet je er allemaal mee? Nou, honden beschermen me hoor, Alex. Katten doen helemaal niks. Waar ook, daar zeg je me wat. Oké, mijn beurt! Kom op, laat het een marshmallow zijn. Het is een kist. Wat zit er in de kist? Een boek met een schatkaart. Maar wel nog meer boeken? Ja, ik hoef al die boeken niet te hebben. Waarom? Maar die boeken kunnen er niks aan doen. Maar ik wist niet zulke stomme dingen. Zotino, sinds wanneer ben je DJ geworden. Yeah.
Gooi die beat, Santino! Rappen! Oké, ik gooi nog een beat. Wacht, hop. Dit klinkt alsof je dit op een begraafplaats zou zingen. Klopt, wacht, andere. Dit is hem. Oké. Ik gooi een lijn en jij moet doorgaan op de lijn, oké? Oké. Hey, ik loop op het strand en ik zag een kat. Miauw. Maar de kat die zat vast in een heel groot gat. Ah! Jij! Oh, het deed veel pijn. Het ging heel goed. Ik kan niet rappen. Okay, ik merk dat je niet kan rappen. Het rijmde niet eens. Het ging niet goed, want de kat had geen moed. Oké. Ja, moed. Dat is iets wat rijmt. Oké, mijn blok. Ohohoho. Een lucky sword en... Nee, mijn kat! Sorry! Oh nee! Inderdaad, hondjes! Ze vallen hem aan! Pak hem! Nee! Alex, wacht maar totdat we boos zijn. Ik zweer het, ik pak je aan. Het spijt me, Santino, dat dit moest gebeuren, oké? Het is gewoon dat je honden allemaal boos werden op mij. Nee, ik vind... Hier, let op, dit gaat jou... Nee, niet meer! Meer nieuwe honden! Ze willen me ook aanvallen! Kijk ze nou! Wacht, stoppen, zitten! Nee! Waarom willen ze mij hebben? Ik help je, wacht! Ik heb hem! Kom maar! Santino, je honden zijn niet aardig tegen mij! Kan ik er langs? Oh nee, niet bijten! Hij is helemaal te grommen naar me! Oké, Santino, het is jouw beurt! Mijn beurt? Oké, let op. Je hebt een pufferfish, dat is echt voor losers. Ja, je hebt een rotte fles, dat is nog erger. Oké. Laten we naar het volgende blok gaan. Zullen we deze tegelijkertijd hakken om te kijken wat we krijgen? Weet je het zeker? Ik ga sowieso het geluk overnemen, dat je het weet. Hè? Dat is zo niet waar. Ben je er klaar voor in 3, 2, 2 en half, 2 en 1, go! Ik heb weer rotte vlees. Ik heb enchantment boekjes. Ja, heb ik ook niet nodig. Ik denk dat ik weet waarom ik zo weinig geluk heb. Er is nu namelijk één iemand deze video aan het kijken die nog niet op het duimpje omhoog heeft gedrukt. Doe het binnen 3, 2, 1. Let op. Hieruit komen diamonds. Oh, dit is best wel goed. Het zijn geen diamonds, maar dit helpt me wel. Ja, ik vind het een beetje matig dit. Let op. 3, 2. Hoezo is dit matig? Jij hebt letterlijk leren armor. En ik kan vanaf nu gewoon teleporteren. Ja, maar jij hebt helemaal geen armor. En je kan jezelf helemaal niet beschermen, Alex. Oh, dat is zeker niet waar. Kijk eens wat ik op mijn hoofd heb. Kijk eens wat ik... neergezet. Oké, dat is weer een enge pompoen. Laten we naar boven gaan. Dit wordt mijn geluksblok namelijk. Ik weet het zeker. Ik voel het aan mijn... Aan je witherskill. Ik voel het aan je kat. Doen. Oi. Hey! Laat mij nou eens met rust. Ik gooi jou er toch ook niet vanaf. Je hebt mijn kat vermoord. Ja, maar dat ben jij niet. Dat is heel wat anders, Santino. Je kat of jij, het maakt allemaal niet uit. Oké, laten we tenminste maar gewoon weer een nieuw blok... nog meer pijlen. Nog meer pijlen. Hou eens op met dit schieten. Nee. Oké, ik stop. Doe het nog één keer. Doe het nog één keer. Echt, ik zweer, ik pak je aan. Echt. Ik stop al, Santino. Ja. Oh nee. Oh nee, ik mag niet schieten. Mag ik niet schieten op de hek, zeker? Ik heb hem al. Oké. Door naar boven. Maar wat doen al die vleermuizen hier? Oké, wedden dat ik er eentje kan raken. 360, no scope. Ah! Oh, dit was raak! Ik ben geraakt. No way, dit was letterlijk raak. Oké, Santino, mijn beurt. Ik moet nu wel geluk hebben nadat ik die net... Oh nee, ik ga al mijn spullen kwijtraken. Alles gaat in de lava. Nee! Gebruik dan een enderpearl. Oh, ja, dat had ik best wel kunnen gebruiken inderdaad. Waarom krijg ik zoveel ongeluk? Santino staat erboven met een volledig setje armor. Hij heeft honden die bij hem staan en die hem gaan helpen in het gevecht aan het einde. En het enige wat ik heb is wat... ik bedoel, alles gaat goed, Santino. Hey, Santino, het is tijd voor jou om je blok over te maken. Oké, let op. Bam! Oh, mag ik dat hebben, alsjeblieft? Nee, ik wil het hebben! Santino, ik heb het nodig! Je mag achteraan springen. Nee, ik ga er niet achteraan springen. Weet je wat? Zoek het uit. Ik vind het helemaal niet aardig dat je niet aan mij denkt. Ik ben net dood gegaan. Ik ben al mijn spullen kwijt. En je denkt niet eens na van... Oh, misschien wil Alex wel wat spullen lenen van mij. Ik heb een cadeautje voor je. Wat is het cadeautje? Gunpowder. Je geeft me gunpowder en een kapotte muziekdisc. Ja, zeker. Jij bent toch de DJ? Nee, je krijgt van mij dit. Omdat ik het niet meer kan gebruiken. Weet je wat, die hoef ik niet. Nee, maar... Je gunpowder hoef ik ook niet. Het is een waardeloos cadeau, Santino. Nou, vind je niet leuk. Nee, dat snap ik. Oh, ik ga mijn blok openmaken. Kijken wat erin zit. Oh, een hero villager. Ik heb alleen wel echt heel veel diamanten nodig om wat bij hem... Nee.
Zo'n Tino, kijk nou wat je doet. Je maakt hem helemaal bang. Hij rent helemaal de trap al op. Ja, dat komt omdat jij mijn kat hebt geschoten. Zo'n Tino zegt sorry. Dit is een echt mens. Nee. Oh, huh? Hoezo krijg jij er nou ook een? Ja, maar die van jou is beter. Die van mij is echt niet goed. Nou ja, laat hem lekker voor wat hij is, zou ik zeggen. We gaan door naar het volgende blok. Of je geeft hem een paar pompoenen. Ja, ik ga hem even treffen. Oh, je zet hem nog vast. Oh. Ja, natuurlijk. Ik moet hem gebruiken, toch? Ga maar los. Nee, nee. Waar gaat hij? Hij wil niet vastzitten. Hij loopt uit je gevangenis. Alex. Oké, kom maar, ga maar door. Oké, tijd voor mijn lucky blok. Geluk, geluk, geluk. Een zadel. 2 zadels. Weet je, als we vrienden waren, hadden we samen een varken kunnen temmen, zodat we samen door het grasveld konden lopen. Maar nu hoef ik dat niet meer met jou. Nee, nou, had ik ook niet gewild. Let maar op hier. Hoppa, zie je? Hop. Je gaat er aan. Hier, weet je wat? Neem dit. Neem dit, alsjeblieft. Ja, ik heb ook armor. Oh, dankjewel. Eindelijk heb ik iets. En dat hoef ik allemaal niet in die driehoekjes. Die vind ik eng. Oh nee, we beginnen al bijna boven te komen. En ik heb nog steeds geen wapen om jou mee te slaan. Oh, en ik krijg alleen maar verrotte aardappelen. Ik vind het... Auw, gadverdamme, dat moet je niet naar mij toe gooien. Ja, maar Santino, ze stinken helemaal. Ja, dat moet je niet bij mij... Oh nee, krijg jij nou ook potions? Waarom krijg je zulke goede dingen? Dit is zo oneerlijk. Alex, ik heb hier een potion. Daarmee krijg ik nog meer geluk. Oh, het zal ook allemaal wel. Geef mij nou een keer geluk. Waarom krijg ik alleen als enige geluk een hero villager? Kom op, geef me geluk. Hoofden! Ik krijg 3 nieuwe hoofden. Dat is alles wat ik krijg. Nou, ik dacht dat ik daar een hoofd neer had gezet. Nee, je popoen. Oké, nou, het zal ook wel. En jij krijgt zeker weer een diamanten zwaard eruit, Let op. Luk. Papa! En? Krijgt hij nog enderpearls ook? Dat is iets waar hij letterlijk wat aan heeft. Ik moet hier wel geluk uit krijgen. Dit zijn de laatste 3 blokken die ik kan openen. Als hier geen zwaard uitkomt, dan weet ik helemaal niet hoe ik hem moet gaan opnemen tegen jou. Je krijgt helemaal niks. Let maar op. Ongeluk! Blaas maar op! Armor! Oh, dat is geweldig. Oké, dit is iets wat ik kan gebruiken. Dan ben ik tenminste een stukje sterker. Alleen heeft Santino nog wel een extra helm. En die heb ik niet. Als Santino steeds beter armor. Je gaat het niet winnen. Je gaat het niet winnen. Open jouw blok nou maar. Je gaat er sowieso poepbloed uit krijgen. Een diamante hero broek! Nee! En ik gooi dat weg. Ja. Ik heb zoveel geluk, Alex. Woehoe. Zo krijg jij alle goede spullen. Oké, weet je wat? Open jij je blok maar eerst. Oké. Een taart. Een taart. Jij krijgt een taart. Oké, let maar eens op wat voor geluk ik ga krijgen uit dit blok. Een boeken. Ik krijg zulke slechte spullen. Wat moet ik nou weer met boeken? Ik weet het niet meer, Santino. Dit is het laatste blok wat we hebben. En jij krijgt er sowieso nu weer geluk uit als jij hem gaat openhakken. Ga je gang. Ja, weet je, ik heb zo'n gevoel dat het echt heel goed is. Diamanten! Ik heb ze! Hey, geef me mijn diamonds terug! Nee. Ze zijn eerlijk bij mijn kant geland. En wat kan ik hiermee kopen? Wacht eens even. Ik heb een idee. Ik heb nog net wat kunnen kopen! Wat? En ik ga je niet vertellen wat ik heb kunnen kopen. Open jouw lucky block maar dan. Dat is helemaal goed. Oh, ik heb zoveel geluk dat die diamanten aan mijn kant kwamen. En al dat goud. Oké, dit is het enige waar ik wat mee kan doen nu, denk ik. Het moet goed komen. Oh nee. Santino, ben jij er klaar voor om boven te gaan vechten? Ik ben er wel een soort van klaar voor, ja. Ik heb een goed gevoel erover. Oh, dat hoop ik maar voor je. Ik heb hier namelijk een potion. Een potion die de sterkste potion ooit is. Ik ben heel erg benieuwd, Alex. Ik ben heel erg benieuwd. Deze potion geeft mij dus ook strength 4. Wat betekent dat slaan met mijn vuist een stuk sterker is dan normaal. Santino, ik drink de potion. Ik ben er klaar voor. Kom maar op. Oh nee. Wat? Ik heb gewonnen. Hoe kan dat nou? No way. Je hebt dus geen goede spullen nodig om te winnen. Het enige wat je nodig hebt is een hele goede potion. Ik heb hem letterlijk doodgemaakt in 2 slagen. Klik op een van de 2 video's die hiernaast ook al zien staan. Die moet je gezien hebben. Waar wacht je op? Klik er nu eentje aan.